Hallo en leuk dat je weer kijkt naar Symmetrie.nl. Mijn naam is Siem en vandaag gaan we een echte movie countdown maken in After Effects. Ik noem de compositie Movie Countdown. En ik heb hem op 1920 bij 1080 staan, kleur zwart en hij duurt ongeveer 9 seconden. Dan druk ik op OK. Het eerste wat we gaan maken is even een achtergrondkleur. En dat doen we door rechter muisknop te drukken in onze project. Dan gaan we naar Solid. En dan noem ik deze AG voor achtergrond. En geef ik hem een iets wat donkere kleur. Zoiets vind ik wel mooi. Beetje donkergrijs. En dan gaan we nu ons uiterlijk maken van de movie countdown. En dat zijn twee cirkels en twee lijnen, horizontaal en verticaal. En vervolgens iets wat aftelt. Laten we eerst met de cirkels beginnen. Ik pak de ellipstoel. Zet even mijn title action save aan. Zo kunnen we een beetje goed zien dat hij in het midden staat. Hou ik shift ingedrukt en trek ik een cirkeltje. Zoiets vind ik wel mooi. Nu staat alleen nog fill aan. Nu zet ik even uit door op fill te klikken en op het streepje. Klik ik op stroke. Zet ik hem op een kleur. En ik vind wit wel mooi. 12 pixels staat goed. En even kijken, is hij goed? Nou, kan wel iets omhoog. Perfect. Ik druk even op de layer en druk op enter. En noem deze buitencirkel, want we gaan ook gewoon binnencirkel maken. Klik op de laag, Ctrl D of Command D voor Mac. Dan kun je even op enter, noem ik deze binnencirkel. En we hebben nu gedupliceerd. Nou, wat we nu kunnen doen is Shift ingedrukt houden en Alt. En hem naar het midden toe slepen. En deze cirkel maak ik iets dunner, dus ik zet de pixels iets lager naar 8 bijvoorbeeld. Dat ziet er wel goed uit. Kan nog wel ietsje dikker misschien naar 10. Perfect. Wat we nu gaan doen is de lijntjes maken. En daarvoor gaan we naar de rectangle tool. Dan hebben we wel een fill nodig. En de stroke mag dit keer uit. En de kleur voor de fill doen we wat donkerder. Ik denk zelf bijna zwart. En die trekken we over de lijntjes heen van onze action title save. Beetje dun. Zetten we in het midden. En wat voor zometeen belangrijk is, is dat, dat het ankerpunt in het midden staat. En ik heb hier een Move Anchor Point toeltje voor. Maar je kan hem ook zelf verslepen naar het midden. Dus dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Dan pak je gewoon deze tool. En dan kun je nu de anchor point of ankerpunt verslepen. En dan zet je hem even in het midden. Dan gaan we deze dupliceren. Eerst vernoem ik even deze streep naar horizontale. Naar horizontale streep. Dupliceer ik hem. Ik druk R ingedrukt voor rotation of rotatie. En dan zetten we hem naar 90 graden. En dan wordt hij lang. Verticaal. En dan noem ik hem naar verticale scheep. Streep. Scheep. Haha. Zo. Oké, dat ziet er goed uit. Wat we nu gaan maken is de afteller. Zodat we van 5 naar 2 gaan. Ik snap eigenlijk nooit waarom ze niet gewoon naar 0 gaan. Maar ze gaan altijd van 5 naar 2 en dan begint iets. Zoals de film. En hiervoor maken we een nieuwe compositie aan. Rechter muisknop. New composition. Dan noem ik even de afteller. Druk op enter. En we, voordat we iets gaan doen trouwens, pakken we even de teksttool en dan maken we hier een kadertje. En dan zetten we even voor het gemak een 5 in. En dan doen we even Ctrl-X. Dan gaan we naar onze aftellercompositie. En hier doe ik Ctrl-V of Command-V voor Mac. En dan staat onze 5 mooi in het midden. We gaan deze dus laten aftellen en wat we dan doen is eerst even deze inkorten tot een seconde. Dan pakken we deze in de tijdlijn. Hou ik shift ingedrukt en sleep ik hem naar 1 seconde. Even inzoomen om te kijken of ik het goed doe. Ja. En dan Ctrl D om te dupliceren of Command D. En dan dubbelklik ik op de T. Zet ik hem naar 4. Versleep ik deze verder van 1 naar 2 seconden. En als ik hem nu afspeel dan zie je dat hij 1 seconde op 5 blijft staan en dan naar 4 gaat. De 4 verplaatst wel ietsjes meer opzij. Dus ik zet hem iets meer naar links toe. Het ziet er goed uit. Dan dupliceer ik deze ook. Dubbelklik. Maak ik hem 3. En doe hetzelfde voor 2. Zoals je kunt zien, telt hij nu mooi af.
Okidoki, dan kunnen we dit weer wegklikken. Slepen we de afteller onder de horizontale verticale streep, maar boven de cirkels. Zo komt hij namelijk onder de lijntjes te staan. En dan zetten we even de strepen. Selecteren we allebei. Drukken we op T en dan zetten we de opacity iets naar beneden. Dat is mooi. Drukken we op U om hem weer dicht te maken. Zo. En wat we nu gaan doen is de wipe maken. Dus als je aftelt, dan zie je altijd dat de kleur verandert en een 360 graden draait. Dat gaan we nu ook doen. Dus we maken een nieuwe solid aan. Deze noemen we wipe. Die slepen we even boven de achtergrond. En deze geven we trouwens even een andere kleur. Dus dan doe je Ctrl-Shift-Y of Command-Shift-Y. En dan kun je hier de kleur aanpassen. Ik zet hem naar iets van een beetje grijs. Dit vind ik wel mooi. Druk op OK. En wat we gaan doen is een effect toepassen. En dan klik op Effects en Presets. En dan gaan we naar Radial Wipe. Hier zie je hem al bij Transition verschijnen. Slepen we hem er overheen. En hij staat nu op 0. Als ik nu naar 100% ga, dan zie je dat hij van licht naar donker draait. En dan moet je even checken of alles goed staat. Of de puntjes goed staan. En of het er allemaal mooi uitziet. Nou, bij mij ziet het er nu wel mooi uit. 0%. Dan klikken we even de stoppertje aan. En nu kunnen we op wipe klikken en op U. En dan zien we hier een keyframe. En nu kunnen we de animatie gaan maken. Dus we willen dat hij bij elke seconde 360 graden gedraaid heeft. Dus we gaan nu naar 1 seconde. En dan, als hij eigenlijk nog net niet naar 4 is. Dus dat is... Je kan met page up en page down kun je naar, tussen keyframes wisselen. We willen echt dat hij nog net bij 5 is. Zet hem op 100%. En dan een keyframe verder als hij bij 4, zetten we op 0 weer. Nou, wat je nu krijgt is dat hij helemaal rondgaat. En bij 4 springt hij weer terug naar de oude kleur. Nou, dit doen we precies hetzelfde bij elke andere. Dus we gaan naar 2 seconden. 100%. Eentje verder gaat hij naar 3 en zetten we hem weer op 0. Bij 3 seconden gaat hij naar 2. En hier is hij nog op 3. Dan zetten we hem op 100%. Keyframe verder naar 0. Dus dat doe ik met page up en page down, voor de duidelijkheid. En hier laten we hem nog één keer 360 graden draaien. En dan laat ik hem gewoon op deze kleur. En dan laat ik de 2 wegvagen. Dat vind ik mooi. En hier mogen eigenlijk de cirkels en de strepen ook weg aan het einde. Dus wat ik dan doe is de strepen en de cirkels ook even selecteren. En die sleep ik allemaal hierheen met shift ingedrukt. En eigenlijk moet die dan precies wanneer de kleur voltooid is. Daar moet alles weg. Dat vind ik mooi. En eigenlijk hebben we nu dus al onze animatie af. En nu kunnen we het alleen nog maar eventjes iets mooier maken. Dus ik ga naar project, dubbelklik hier en dan open ik Film Scratches. Dit kun je gratis downloaden via de link die nu in het scherm staat. En het staat ook in de description. Dubbelklik erop. Deze zet ik eventjes boven alles. En je ziet eigenlijk dat het formaat niet goed is. Het is te klein, maar dat geeft niet. We houden gewoon shift ingedrukt en we maken hem ietsje groter. En we zetten de mode. Het kan zijn dat het bij jou zo uitziet. Dan moet je even bij Toggle Switches Modus hierop klikken. En dan ga je naar Multiply. En dan zie je dat hij er overheen aanpast. En dat geeft hem een heel oude, coole vintage look. Nou, deze kunnen we nog zwart-wit maken voor een mooier effect. Dan gaan we naar Black and White. En dan heb je nog de typische zwart-wit effect eroverheen. En dat geeft hem een hele coole vintage look. Bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Zo ja, subscribe dan, like de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.